Welkom bij een nieuwe video, boys. Ik laat jullie hier de replay zien, boys. En de placementpunten van jullie toernooi op de eerste dag. Vandaag gaan we ook de tweede dag doen om 6 uur, dames en heren. Dus ik zou zeggen, doe lekker mee. In game 1 hebben wij twee teamers gevonden, genaamd Lexam en Vuurpower Scene. Zij hebben hier twee geteamd in het eerste game en zijn gedisqualificeerd. Hier hebben we nog meer bewijs. Hier zien we Vuurpower Seam en Lexam samen in een hokje zitten, dames en heren. Dus ze zitten eigenlijk samen met het team. Ze proberen Chris te verslaan, maar Chris was de winnaar van de game. Gefeliciteerd, Chris. Ik ga nu de highlight laten zien van Chris, boys. Dus geniet ervan. Dit zijn de punten van game 1, dames, en ik zou zeggen, geniet ervan. We gaan door naar game 2. Wilgert heeft op deze moment gedanst. En Reflex Coin dacht dat ze hebben geteamd. Sommige mensen hebben volgens mij gezegd dat Wilgert en Superboris heeft geteamd. Ik ga allemaal uitleggen waarom Wilgert safe is, want Wilgert zat niet te teamen met Superboris. Maar Superboris zat wel te teamen met iemand anders genaamd ManageU. En dat ga ik ook allemaal uitleggen, dames en heren. Oh ja, by the way, als jullie de uitleg niet willen zien, skip even op deze tijd, dames en heren, die ik nu aangeef. En dan zie je de placementpunten voor game 2. Je ziet hier dat ManageU en Superboris met elkaar aan het samenlanden. Je zou denken, een van hun wordt gekild, maar blijkbaar is dat niet zo. Hier zie je ze hun samen landen, dames en heren. Toen ging ManageU Lars om OS killen. Even later kwam Superboris erbij. En toen de cirkel eraan kwam over 3 seconden, toen ging ManageU naar de cirkel samen met Superboris. En even later ziet u dat ze samen teamen op phase 1 lag. Dat zie je ook hier. Ze zien elkaar, alleen ze vechten niet tegen elkaar. Dus bij andere woorden, ze teamen met elkaar. En ze teamen, ze gingen ook teamen op, je weet wel, Gideon. Dat is I Love Ascenti ofzo. Kort uitgelegd, Superboris en ManageU hebben geteamd en die zijn gedisqualificeerd. Bewijs 1. Als je iemand killt, sommige mensen killt, dan danst hij altijd. Gewoon random. Bewijs nummer 2. Hij heeft ManageU gekild, a.k.a. de teamer met Boris. A.k.a. Super Boris. Bewijs nummer 2. Superboris heeft geprobeerd om Wilgert te snipen voordat hij danste. En bewijs 3 of 4. Superboris heeft Wilgert kill afgenakt, terwijl Wilgert al 200 HP was. En bewijs 5. Superboris wou een headshot maken op Wilgert. Hier zie je het. Hier zie je zijn kop. En toen wij op zijn kop richten, alleen toen ging Wilgert weg. Wilgert wou nog één keer schieten. Ik zet hem even op slow-mo. Dat zie je dus hier. Hij wou Wilgert nog schieten.
Alleen toch ging CSI Dino op hem schieten. Op dat moment toen er werd gebouwd, zag Wilgert dat er daar iemand was. Vervolgens ging Wilgert gewoon daar naartoe. En heeft hij vervolgens een gevecht tegen Super Boris. Super Boris heeft hem ook gehit, dus dat is ook bewijs 6 of 7. En bewijs 7 of 8. Is dat, ja, nou ja, Super Boris ging ook bouwen. Die ging ook zichzelf protecten om niet dood te gaan. En Wilgard heeft Super Boris toen gekild. Dus dit zijn meerdere bewijzen dat Wilgard niet heeft geteamd met Super Boris. Dus Wilgard is safe. Hier heb je een gameplay van Wilgard's actieboys. Wilgard is eerste geworden met 11 kills. Dat is 21 punten in 1 match. Damn, dat is echt goed man. Eerlijk, dikke GG's naar Wilgard boys. Boys, dit is de punten voor game 2. Veel plezier ermee. En dan gaan we naar nummer 3, boys. De laatste game. Veel plezier. Dit is game 3, dames en heren. Niemand heeft geteamd in game 3, heb ik gezien. Dus dikke zo naar de mensen die hebben meegedaan aan het game 3, dames en heren. Ik zou zeggen, geniet ervan van NL Hamsters gameplay. En de punten zien jullie zo, boys. En de totale punten zien jullie ook zo. Dus geniet ervan. Dames en heren, dit is de game 3 punten, de laatste potje van dag 1 geweest. GG's naar alle mensen die hebben meegedaan van dag 1. En dit is de totale uitslag van dag 1, dames en heren. Morgen komt er weer een highlight video voor de dag 2 toernooi. En als jullie willen meedoen met de laatste dag van het toernooi, morgen ben ik dan live om 6 uur, dames en heren. Dus ik zou zeggen, doe lekker mee met het toernooi. En ik zou zeggen, doe lekker een duimpje omhoog en lekker even abonneren, boys.